Binnen een maand verwacht president Chandrika Prasad Santokhi een presentatie op zijn kabinet over alle grondaanvragen die per district zijn gedaan. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft de opdracht om alle grondaanvragen in kaart te brengen. En dan, wat voor soort aanvraag? Agrarisch? Is het bewoning of bebouwing? Of is het tuinbouw? We hebben een overzicht. En dan kunnen we besluit nemen als regering dat die gronden in die districten aan de hand van de registratie een bestemming gaan krijgen van agrarisch. Die gaan een bestemming krijgen bewoning of bebouwing. En die gaan een bestemming krijgen tuinbouw. En ieder samen stukje grond krijgen wat een aanvraag is. De belofte om elke Surinaamse burger van een stuk grond te voorzien is nog steeds van kracht en de regering blijft daaraan werken. Santokhi geeft aan dat de regering ook zal nagaan of er woningbouwprojecten moeten komen en hoeveel mensen in staat zullen zijn zelf te bouwen. En dat kan zijn op basis van hun inkomen en een hypotheek wat ze kunnen krijgen. Maar wij gaan ook daar goedkoop kapitaal moeten zoeken en via bouwfonds dat ter beschikking moeten stellen aan de samenleving, zodat zij met een lage rente, de wet zegt 5% rente, 4-5% rente, dat ze dan kunnen lenen en kunnen bouwen. Maar ik ga er maar uit en ik neem aan dat u ook net als ik de Surinaamse situatie kent, dat ik wat mensen zelf niet kunnen bouwen. Dus wij gaan daar ook aan de verenigde vragen die in de boom zitten, komen en naar presentaties geven. En natuurlijk gaan we kijken naar de capaciteit wat men kan bouwen samen. Natuurlijk gaan we kijken naar het beschikbare kapitaal wat beschikbaar is voor dit jaar, voor volgend jaar en 2024. En dat is de planning die er is voor wat betreft de woning voor landen. President Santokhi sprak gisteren tijdens het persmoment bij zijn bezoek aan het district Nikeri. Daarbij gaf het staatshoofd ook aan dat er een visserijovereenkomst met Guyana in de maak is. In de afgelopen periode is er veel ophef geweest over 150 visvergunningen die mogelijk in ons buurland worden gebruikt. Het verdrag met Guyana zal deze zaken moeten helpen oplossen en voorkomen.